De stichting buurtorganisatie Latour Stibula heeft gisteren zijn 50-jarig bestaan herdacht. Zij heeft dit gedaan middels een dankdienst. De coördinator van Stibula, Wilgo Koster, is heel blij dat hij deze mijlpaal heeft mogen meemaken. Want zolang Latour er is, zal Stibula er ook blijven bestaan, maar met hulp van de buurtbewoners en andere organisaties, zegt Koster. Voor mij heel groot natuurlijk, bijzonder. Dat ik erbij mag zijn, maar natuurlijk 50 jaar, dat wil zeggen 50 jaar dat de bewoners van Latour het werk ondersteunen en dat ze het fijn vinden dat we er zijn. Want zonder de buurtbewoners zou die Stibula er ook niet zijn. Koster geeft verder aan dat ondanks Stibula haar ups en downs heeft gehad, zij de steun van de buurt nodig zal hebben om het voortbestaan van de organisatie te continueren en te garanderen, zegt hij. Stibula kan het alleen doen wanneer de buurtbewoners blijven ondersteunen. Wanneer wij genoeg mensen hebben die zeggen van kijk, ik wil komen helpen. Want zonder de mensen kan dat niet. We hopen met onze nieuwe trend die we hebben ingezet nog meer te kunnen doen voor zowel voor de jeugd als voor de ouderen. U weet, we zitten allemaal een beetje te kijken van hoe we het moeten redden. Wel, wij hebben gezegd, we gaan kijken als we een bijdrage kunnen vragen aan de mensen. En dat zij zelf verder ondersteuning daar kunnen geven. Waardoor we de deskundigen die komen om te ondersteunen, een kleine vergoeding kunnen geven. Dat is onze gedachtegang nu. En natuurlijk willen we, als het enigszins kan, iedereen betrekken bij onze activiteiten. En iedereen de ruimte bieden om bezig te zijn. Maar je moet wel openstaan. En je moet wel willen zeggen van, kijk, ik wil een ander Latour hebben. Dus na vandaag moeten we zeggen van, we gaan voor vernieuwing. Wilgo Koster, coördinator van de stichting buurtorganisatie Latour Stibula. Hij sprak gisteren zijn wens uit tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de organisatie.